Gisteren heel lang levende liefde. Max en Anja lijken alles te vergeten in dat eerste moment. Hoi, ik ben Max. Ik ben Anja. Oké, wat was je naam voor je? Ik ben jou ook een nauw. Oh. Max. Max. Oké, Anja. Anja. Ik klap gewoon ook echt helemaal spontaan dicht, joh. Go en Harry hebben niet alleen de grootste lol. Jezus. Nou zit ik er pas. De liefde zit meteen heel diep. Ik hou van je. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft hij de lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde. De liefde is vrij. Ja, ik ben gewoon nog steeds zenuwachtig. Oh, echt? Ja, ik weet niet of je het kan merken. Ja. Een beetje. Een beetje wel. Ja, een beetje. Jawel. Ik kan een hele grote flirt zijn. Ja? Ja. En hoe doe je dat dan? Ik ben vriendelijk, ik ben enthousiast. Maak ik ja, wel dan merk een grap. Ik wel ook aan je, dat je wel heel enthousiast bent. Daarom heb ik niet echt het idee dat je zenuwachtig bent of zo. Nee, ja, dat is ook een beetje de onderdrukking. Ja. Alleen het blijft dan die zenuwacht, die druk die eronder zit, hè? Ja. Van, oh, het is stil. Ja. Maar wat vond je van mijn eerste indruk dan? Oh, gelukkig. Ik zat de hele tijd bij mezelf te denken van, ja, wat hebben ze uit? Wat komt er door die deur heen naar binnen? Wat had je vooral niet gehoopt? Stevig. Echt. Ja, ik ook. Ja. Kort haar. Oh nee. Oh nee. Dat hoef ik ook niet. Nee. Maar wat was jouw eerste indruk van mij dan? Ja, ik vind je wel knap. Ja? Ja. Ja, dat ja en je bent niet stevig, dus dan... Dat is al gelijk in een goede richting, hè? Ja, en je hebt nog haar. Ik heb nog wel wat haar. Ja. Maar je vindt het wel mooi. Oh, ja. Nee, sorry, ik had helemaal niet verteld. Ik vind jou inderdaad gewoon een hele aantrekkelijke meid. Ja, dankjewel. Daarom was ik ook zo hartstikke blij mee. Ja. Ik dacht van, oh, ze is mooi. Ja, inderdaad. Nee, ja, dan had ik het zelf. Gelukkig. Ja. Bij de buren heeft alleen het biljartlaken last van zenuwen. Want de kans dat daar een scheur in komt is groter dan een breuk tussen Co en Honey. Nou, is die witte? Was... Moet je weer piezen? Heel goed. Nou, dat is een tof, hey. Tof. Maar wat is jouw meest gênante date-ervaring? Even kijken. Heb ik ooit iets gênants meegemaakt? Eigenlijk niet, denk ik. Niet? Nee. Heb jij allemaal mas? Heb jij wel iets meegemaakt dan? Dat ik haar naam maar niet wist onthouden. En op een gegeven moment ook maar gewoon... Weet je mijn naam wel? Nee. Zeker niet. Echt, je zei het. En de tweede keer zei je het weer. En toen, even later, dacht ik bij mezelf... Shit! Goed, niet alweer, hè? Maar jawel. Wat denk je? Lieve? iets met de L. Nee. Niet eens? Nee, Anja. Anja, echt? Serieus? Ja. Oh, wat erg. Oké, nou... Ja, nou zal het nu nog maar een keer... Maar ik vind het wel leuk gebeurt. Dat je me lief vindt. Ja, dat wel, hè? Ja. Ja. Och, wat kan een vrouw toch je man veranderen in een eventjes, hè? Ja, wist niet dat ik op mijn leeftijd nog een kerel zo gek kreeg dan. Dat hij koopte. Ja. Is je toch gelukt? Nee, maar... Ik ben tot nog toe al gewoon gelukkig dat wij...
Een beetje, beetje verliefd. Ga je daar eten of hier? Nee, we gaan niet hier eten. Wat denk je? Ja, goed, schat. Ja? Goed gedaan. Eet smakelijk. Ja, jij ook. Had jij nog iets wat we vanavond konden doen of wat je wilde doen? Dat is een goeie. Ja, we kunnen ook nog gewoon wat drinken en wat vragen stellen. Dat is wel leuk. Dan leer ik jou ook nog wat beter kennen. Ja, wil je mij nog beter leren kennen? Waarom zou ik je niet beter willen leren kennen? Ik heb ook het gevoel dat ik meer vraag. Ja? En jij veel meer antwoord. Dat heb ik, ja, dat idee heb ik een beetje. Ja. Neem ik het drinken mee? Oh ja, dat is goed. Eet smakelijk. En proost, hè? Proost op ons date. Inderdaad. Gebruik je drugs? Nee. Nee? Helemaal niks? Nee. Kom, Codefish, de film begint. Ach. Als ik het niet dacht. Als ik het niet dacht. Ik weet, ik kan je maar niet vervangen. Nee. Maar ik ben wel gelukkig dat je me in ieder geval een stukje in je leven toelaat. En dan wil ik je ook, vooral voor die 5 dagen, wat we meegemaakt hebben, heel hartelijk bedanken. Want je hebt voor mij toch wel een gelukkige man gemaakt. Nou, ik vind je een heerlijke peer van. Schat. Oh, godverdomme. Ja. Ja. Echt. Ik vind je zo lief, ik kan het eten. Oh, dat vind ik mooi. Ja, echt. Ik waardeer het zo, echt waar. En wat er ook gebeurt, ik zal je nooit vergeten. Dat meen ik echt. De zenuwen van Max beginnen de spontaniteit van deze date wel behoorlijk in de weg te zitten. Misschien dat een leuke gezamenlijke activiteit hem een beetje losser kan krijgen. Mag ik misschien een doekje met heet water van je? Dank je. Het is echt wel bijzonder. Ik vind het heerlijk. Ik ben blij dat ik het gedaan heb, echt. Wil je er nog een zaadding van aankopen? Heb jij het bedacht? Ja, op zich. Als je niet boos op me wordt, dat ik deze chill om te delen ben. Wil je even samen douchen? Of? Nee, ik denk dat ik zo meteen gelijk nog samen douche. Oké. Het lijkt net alsof ik jou vannacht hoor. Met dit ding. Oh, Samon. Oh. Ja. Navi. Ik heb indruk gemaakt op jou. Dat zonder meer. Oh. Nee, daar kan ik niet omheen. Nee. Wat verdomme, kom op. Laat me gaan. Nee. Laat het me gaan. Dan heb ik toch het idee dat ik ook wel indruk op je gemaakt heb. Ik ga even proberen die vriendin te bellen, ja? Ja, natuurlijk, joh. Doe je ding. Hey, met Lisa. Hey, met Anja. Hey! Ik vind hem wel echt een knap jongen. En we praten wel echt steeds, zeg maar, supergezellig. Alleen, ja, ik weet niet. We hebben niet echt, zeg maar, fysiek contact of zo. Daardoor twijfel ik wel echt een beetje. Want ik heb het wel, bij mij is het wel zo, dat moet er zijn. Want ik heb niet het gevoel dat er komt of zo. Nee. Snap je? Het is gewoon vriendschappelijk dan eigenlijk. Hallo, Mart. Matje. Roger. En hoe bevalt je date? Ja, dat is wel leuk, man. Gewoon natuurlijk in het begin best wel moeizaam. Ze kwam die deur binnen, jongen. Nou, gewoon gelijk volledige blackout.
ik wist gewoon echt totaal niks te vragen, te zeggen. Maar gelukkig was zij wel een reddende engel dat zij gewoon het wat beter oppakte. Waardoor zij echt gewoon het meeste vroeg. Iedere keer probeer ik een beetje naar hem toe te komen. Maar dan, ja, hij komt niet naar mij toe. Dat ik dan denk van, ja, ik weet niet echt of er meer in zit dan vriendschap of zo. Ja, dat is wel jammer. Maar dan ga je dan vanzelf zoiets zien, toch? Ik hoop ervoor je dat het goed uitpakt. Het is gewoon tot nu toe een leuke meid. En ik wil nog wel wat meer van haar zien. Oké, nou, dat is goed, toch? Ja, toch? Je bent niet alleen met je pick-up ernaar lopen, natuurlijk, hè? Ja, heeft Max echt door de eerste 24 uur heen moeten slepen. Die stoere binnenvaartschipper bleek bloednerveus. En dus was er veel meer afstand dan Anja had gehoopt. Voor ze überhaupt wil praten over verlengen, wil ze zeker weten dat het gebrek aan intimiteit slechts tijdelijk is. Ik heb wel een beetje dat ik het fysieke mis of zo. Of ik weet niet of dat nog van je komt of zo. Of... Het fysieke, gewoon in het een hand op je been. Ja. Of, ja, of gewoon iets ja. Dichter naar elkaar zitten. Ja, zeker. Nee, dat komt echt wel. Bij jou is ook iets wat nog moet komen of zo. Ja, ik vind dat in het begin vooral heel moeilijk. Omdat ja. Ik wil niet te snel gaan in dingen. Ja. Ik heb juist vaak dat ik veel te snel wil. En dan gaan we veel te snel en dan eindelijk wordt het helemaal niks. Ik heb het idee dat als ik een beetje naar je toe ga, dat je dan inderdaad een beetje teruggaat. Ja, dat... In het begin was dat inderdaad wel zo, gisteravond bijvoorbeeld. Je vindt dat nu nog te vroeg? Toen, ja. Oké. Okay. Maar als ik het nou zou doen, zou je het niet meer erg vinden? Nee. Oh, oké. Okay. Nee, nou niet. Nee, ja, het was ook gewoon echt het begin even aftasten. Maar ja. Ik ben wel een heel aanhankelijk iemand. Oké, okay, ja. Is dat het enige? Ja, nee. Dat was het. Voor Ko en Hanny zijn de 5 dagen voorbij gevlogen. En dat is toch bijzonder. Want Ko wist al dat Hanny zijn meisje was zodra hij haar zag daten op tv. Maar voor Hanny was terugkomen natuurlijk best een spannende stap. Hoe heb jij het ervaren? Nou, het was heel spannend, vond ik, die binnenkomen. En ja, de eerste dag en nacht was eventjes vreemd. Maar ja, nee... Naderhand en klikte. Hartstikke goed. Maar hoe voel jij je tegen mij? Heb je wat gevoelens voor me, ja of nee? Ik voel die mits en een maatje is fantastisch. Ja. Ja, daar ben je wel voor me. Nou had ik eigenlijk nog een verzoek aan je. Oh? Zou jij met mij nog eens een keer een weekendje weg willen? Yes. Yes. Aan de andere kant. Oh, kijk eventjes. Ja, ik vind dat helemaal te gek. Oh, beste Hanny en Ko. Van harte gefeliciteerd met jullie mits. Het lot heeft jullie uiteindelijk toch samengebracht in lang leven de liefde. Om dit te vieren mogen jullie naar Flitser Hotel restaurant in Epe, Zwolle. Oh, geniet van de romantische weekend... En proost op de liefde. Lieve groet, het team van Lange Levende Liefde. Ja. Nou, dat vind ik wat. Ja, dat gaan we doen. Ja. Ik heb geen einddag spaard gehad hier. Nee, ik ook niet. Dus we moeten? Ja, we moeten gaan, lieverd. Dag, visjes. Sorry. Oh, visjes, jullie hebben... Nee, die zijn... Ik ben helemaal verliefd op jullie. Nou, en half op jou. Ja. Nou, dag huis, dag boompie. Dan gaan we. Als je dit ziet, dan wil je dit toch ook? Nou, dat kan hoor. Als jij samen met ons op zoek wil naar de perfecte partner, geef je je nu op. Anja mist nog altijd een stukje intimiteit en dat is in de laatste uurtjes niet echt veel verbeterd. Maar Max heeft beloofd dat er echt wel een knuffel in zit. Dus wat gaat ze doen? Vol verlangen verlengen of toch maar naar huis? Nou, we zitten dan 24 uur. Ja, inderdaad. Ja. De tijd vloog wel voorbij. Ja, hoe vond je het gaan? Ja, ik vind jou wel gewoon een leuke meid. En wat vind je zo leuk dan? Je bent ten eerste, je bent heel spontaan. Ja. Je komt gewoon open, vrolijk over. Je hebt ook je babbel klaar. Je durft de leiding gewoon te nemen. En ik zou het erg, erg fijn vinden om jou gewoon nog beter te leren kennen.
om te kijken of ik met jou gewoon verder nog toekomstplannen kan zien. Ja, dus je wil verlengen? Ik wil ja. graag verlengen, ja. Oké, okay, nou, ik wil ook verlengen. Ja? Ja. Alleen, ja, we hadden dus wel dat gesprek nog gehad op de bank van dat fysieke aandacht. Ja. Ja, dan wil ik wel echt kijken of daar de komende tijd dan wat meer in zit. Want als dat er niet echt komt, dan heb ik niet echt het gevoel dat we echt iets kunnen opbouwen. Ja. Maar ja, ik vind je echt een knappe gozer. En, ja, en met al fysieke, hoe wil je daar dan een beetje achter? Nu ik weet dat jij daar comfortabel bij bent. Wil je daar wel voor gaan? Ja, daar wil ik wel voor. Oké. Okay. Ja. Ja, dan gaan we er gewoon voor. Dan gaan we ervoor. Ja. Nog een keer, 24 uur. Ja. Knuffel? Knuffel, graag. Ja. Leuk. De 54-jarige Henk uit Erm heeft nu nog 3 tieners thuis zitten. Maar ja, die vliegen een keer uit. En hij is toch alweer 1,5 jaar alleen. Afgelopen jaar heb ik geloof ik wel een stuk of 15 keer gedate. Wat mij opvalt is dat gewoon de meeste dates vallen gewoon tegen qua uiterlijk. Ja, en dan kom je op date en dan sta je gelijk met 3-0 achter. Ja, probeer er dan maar eens een gelijkspel uit te krijgen. Dat valt gewoon tegen. Ik heb best veel aanspraken op dating sites. Als je er een beetje leuk uitziet, dan krijg je aandacht. Ik heb zoiets van, als ik ergens wandel met een vrouw naast me, dan wil ik trots op haar zijn. En dan blijft iedereen af. Ik zoek een sportieve vrouw die slank is. Ik hou van lang haar. Het liefst van mijn eigen leeftijd. Maar ja, daar heb je niet zoveel soeps. Ik zie er zelf ook 10 jaar jonger uit dan ik in werkelijkheid ben. Er zijn natuurlijk ook vrouwen die 55 zijn en er nog gewoon heel jong uitzien. Dat is prima. Maar zij moet ook net als mij wel ijdel zijn en dat ook wel een beetje uitstralen. Voor Diana staat er nogal wat op het spel. Ze is al 3 jaar vrijgezel en begint het angstige vermoeden te krijgen dat haar jeugdvisioen zomaar eens de werkelijkheid kan worden. Toen ik 16 was, dacht ik, ik blijf alleen. Tot nu toe, is dat nog steeds zo. Mijn dochter gunt mij een liefde. Ze heeft wel eens op Tinder voor mij geswiped, mijn schoonzoon ook. Ja, dat werd ook niks. Ik ben zelf vrij jong in mijn doen en laten. Mijn vriendinnen vinden dat een jongere man beter bij mij past. Voor mij is uiterlijk best wel belangrijk. Ik ben kapster, fysiciste. Ik ben zelf verzorgd en dat wil ik ook graag. Dat mag sportief zijn, maar niet iemand met een joggingbroek. Ik zoek een zelfbewuste man die ook weet waar hij staat in het leven. Die weet wat hij wil. Hij is niet dominant. Lief, zorgzaam, maar geen watje patatje. Hallo. Hi. Oh. Hallo. Henk. We mogen zoenen? Ja, zeker. Ook corona getest. Ja. Hoe heet jij? Ik heet Diana. Diana? Ja. Oh, welkom. Leuk. Oh. Ja. Spannend. Ja. Ja, jij ook? Ja, wel een beetje. Nou, een kaasplankje. Nou, ben jij een dikke eter? Nee, niet echt. Sportief? Ja, ik wandel om een beetje fit te blijven, om af te vallen. Af te vallen? Ja. Dat hoeft toch niet meer? Afgelopen 1,5-2 jaar ben ik 30 kilo afgevallen. Oh, jeetje. Ja. Moet je koffer naar beneden tillen? Of, Ja, dat denk ik. Daar zijn mannen voor, toch? Op het avontuur. Het avontuur. Ik heb iets leuks. Vragenlijst. Er zijn 36 vragen. En na die vragen kijk je elkaar in de ogen. En dan heb je een binding. Meestal. Mm-hmm. Als je dat durft. Natuurlijk, ik durf alles. Oh, wat voor leuks heb jij. We gaan straks airhockey doen. Oh, nou, goed. Hartstikke leuk dat Anja meer fysiek contact wil. Maar als het zo moedje is, loop je het risico dat het al snel gênant wordt. Een probleem dat Max denkt te kunnen tackelen met een uitdagend parcours. Oh, nee. Want nu moet je goed luisteren, ja? Een grote stap eroverheen. Goed zo. Gaat goed. Dan moet je een hele grote stap omhoog doen. Ja. Oh my god, hoe is dit? Ja, een klein stukje nog. Je bent er.
Dit gaat helemaal lekker. En ook bij de buren is het activiteitenuurtje aangebroken. Oh. Ja, jij mag hoor. Nee, jij mag. Ik krijg een afstapje. Hebben we het gehaald? Hebben we het gehaald. Zie je? Ja. Ik kan het wel. Jij ook. Ik zoek iemand die heel knap is. Ik zoek iemand die slank is. Iemand die sportief is. Iemand die van spelletjes houdt. En dan tussen de 40 en de 50. Nou ja, val ik af. Beetje geblinddoekt aan elkaar zitten lijkt een gouden greep te zijn geweest. Anja voelt zich nu helemaal veilig en durft zich eindelijk te laten gaan. Was goed genoeg? Ja, ik vond het wel sexy. Dit was mijn eerste lapdance. Ja, serieus? Ik doe dat echt wel goed, ja? Goed zelfverzekerd en... Allee, ja, het had misschien wel wat langer gemoeten. Wanneer kan het komen? Ja, inderdaad. Misschien morgen. Kijk naar uit. Nou, Diana, wat rustig. Laat lekker. Ik vind jou echt een hartstikke leuke meid. Ja. Maar ik heb nou nog niet het gevoel van, dit is het. Oké, nou, volg maar terug. Serieus? Morgen krijgt Diana Henk nog uit zijn comfortzone. Welke rollen spelen liefde en genegenheid in je leven? Ja, wat is genegenheid? Ben je wel eens ooit heel verliefd geworden? Ik vind het lastig om me kwetsbaar op te stellen. Snap je dat? Nee. Nee. Jij komt hier toch voor de liefde?